Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. En deze keer gaan we kijken naar elektrische energie. En elektrische energie is eigenlijk een vervolg op het elektrisch vermogen. Dus als je die video niet hebt gezien, kijk die natuurlijk eerst nog heel even. Dat is de vorige in de playlist waar deze video in staat. Maar elektrische energie is letterlijk hoeveel joule aan energie er is gebruikt. Dat is tenminste één definitie, want energie, dat kunnen we gebruiken in joules. We kunnen het ook in een eenheid die veel vaker wordt gebruikt, in kilowattuur doen. En dan kun je je nu afvragen, wat is nu de kilowattuur? Dat is gewoon ook een vorm van energie die soms wat handiger is. En ik geef gelijk maar even een voorbeeld, want de vorige video hebben we gezegd, vermogen is hetzelfde als de energie per seconde. Ja, dus vermogen zou je kunnen zeggen hoeveel joule energie per seconde wordt er gebruikt. Nou, letterlijk kunnen we nu dit doen. Energie is vermogen keer tijd. Waarom is het zo? Het vermogen is hoeveel energie er in 1 seconde wordt gebruikt. En de totale energie is natuurlijk de energie van 1 seconde keer het aantal secondes dat je bezig bent. Nou, en hiermee heb ik eigenlijk de basis al gelegd. Nu kan ik gelijk gaan zeuren over het hele gedoe met de eenheden, waar sommige mensen van in de war raken, maar hopelijk jullie niet. Energie is dus vermogen maal tijd, even afgekort in de bijbehorende letters. En de basis daarbij is, als we de energie in joule willen weten, dan doen we het vermogen in watt en de tijd in seconden. Dus dit is één rijtje dat bij elkaar hoort. Je mag hier geen dingen door elkaar gaan halen. Een tweede voorbeeld is dat je zou kunnen zeggen van, nee, ik wil niet de energie in joule. Ik wil de energie in kilowattuur. En dan doen we het vermogen in kilowatt en de tijd in uur. Goed, nu met behulp van een paar voorbeelden ga ik laten zien wat je hier nu aan hebt. Bijvoorbeeld, stel ik wil een glas water opwarmen. En even kijken, glas water opwarmen. En dat zou ik doen in de magnetron. De magnetron, zeg ik even, die heeft een vermogen van 1000 watt. En als ik dat glas water op ga warmen tot het kookt, dan heb ik hem er 50 seconden in staan. Hangt een beetje van hoe groot je glas water is af. Maar met een 1000 watt magnetron en een klein glaasje water krijg ik dat in 50 seconden aan de kook. Dus hoeveel energie heb ik nu gebruikt? Energie is vermogen maal tijd, is dus 1000 keer 50, is 50.000 joule. Nou, dat is nog een getal waar ik iets mee kan. Maar nu ga ik tv kijken. En ik ga tv kijken met een tv en ik heb een niet al te moeilijke tv. Een tv met een vermogen van 200 watt. En ik ga naar die tv kijken een periode van, eens kijken, Lord of the Rings marathon, 10 uur. Dan kan ik weer gaan uitzoeken hoeveel energie heeft dit nu gekost. En daar kom ik dan in dit geval op uit op energie is vermogen maal tijd. Nou, het vermogen is 200 watt. En de tijd, als ik het vermogen in watt doe, dan moet de tijd in secondes. Dus 10 uur is dan, even kijken, heb ik hem nu goed, 36.000 seconden. Dus dan doen we dit keer 36.000. En dan kom ik op 72, 1, 2, 3, 4, 5 nullen. Dus 7.200.000 joule uit. Dit getal is nog niet zo heel erg groot. Maar alsnog
Dit is een Lord of the Rings marathonnetje kijken op tv. Ik zou natuurlijk ook weer kunnen kijken hoeveel gebruikt mijn tv per maand of hoeveel gebruikt die per jaar. En dan wordt het getal dat hier staat langzaam maar zeker belachelijk groot. Dus nu ga ik naar optie 2. Ik ga weer tv kijken. En in dit geval doe ik dat met een tv weer met een vermogen van 200 watt. En dat ga ik weer 10 uur doen. En nu ga ik eens werken in kilowattuur. Dus energie is vermogen maal tijd. Het vermogen moet nu in kilowatt. 200 watt is hetzelfde als 0,2 kilowatt. Want kilo staat voor het woordje 1000. Dus 200 watt is 0,2000 watt. 10 uur is gewoon 10 uur. En dan is de berekening een stuk simpeler. Namelijk dan heb ik 0,2 keer 10. Dus ik heb 2 kilowattuur aan energie gebruikt. Goed, dit was eigenlijk een voorbeeld, een uitleg, een paar rekensommetjes. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Weer bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.